Het gaat altijd over geld. Het gaat altijd over geld en dat is logisch. Want op het moment dat we het niet meer over geld gaan hebben, ja, dan verdwijnt eigenlijk ons ruilmiddel. En dat zeg ik eventjes bewust zo, want geld is niks meer dan een ruilmiddel. Geld is eigenlijk nooit je doel. Je doel is dingen kunnen kopen die je graag wilt hebben. Of rekeningen kunnen betalen omdat je die nou eenmaal moet betalen. Snap je? En dat kan toevallig met geld. Dus dat geld, dat wil je natuurlijk wel krijgen van iemand. Maar daarvoor moet je ook wat doen. En het prijsvoorstel wat je daarvoor neerlegt bij iemand moet dus kloppen. En ik zie het nog steeds gebeuren bij best wel wat bedrijven dat daar eigenlijk helemaal niet bewust mee om wordt gegaan. Dat de verkopende partij, de winkel, het bedrijf, de medewerkers denken, ah, dat snappen mensen wel. Dat is toch logisch, dat is toch voor de hand liggend dat dit de prijzen zijn, dat ziet toch iedereen. Ja, maar misschien ziet jouw potentiële koper die gewoon op pad is en misschien wel 5 of 10 andere partijen naast elkaar aan het leggen is, niet zo goed wat het nou is. Of denkt die persoon, ja, maar ja, dat bieden ze waarschijnlijk toch niet. Dus ik ga wel voor die andere partij, want zij hebben dat niet. Terwijl dat misschien bij jou gewoon logisch is. Ja, natuurlijk hebben we dat. Ja, dat zit er standaard overal in. Had je even moeten vragen. Nee. En daar zijn we eigenlijk meteen bij het stuk aangekomen. Geen aannames doen. En ook vooral niet verwachten dat mensen gaan vragen. Het is jouw taak als verkoper, als ondernemer, als bedrijfseigenaar, als medewerker om te zorgen dat jouw potentiële koper voldoende informatie heeft om de koop te kunnen doen. Dus op het moment dat die persoon te weinig informatie heeft of twijfelt over de dienstverlening die je aanbiedt, dan is dat niet de schuld van die potentiële koper. Die potentiële koper, die is gewoon neutraal. Die komt gewoon aan, die wil gewoon geïnformeerd worden, die wil alles zien, die wil alles weten wat die persoon moet weten. En op basis daarvan beslist hij of hij een aankoop doet of niet. Het kan niet zo zijn dat je dan zegt, ja, maar dan moeten ze maar meer vragen. Nee. Dus het is belangrijk om een goed prijsvoorstel te maken. En ik ga in deze video iets meer uitleggen over het maken van een goed prijsvoorstel met je onderneming. Ja, goed dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Timo Sonius en ik ga je meer vertellen over het ondernemen, over verkoopprocessen, over nieuwe klanten winnen, over een stukje marketing, over sales. En als je dat nog niet hebt, maak even een gratis account aan op 360nz.nl. NZ staat voor nieuw zicht, omdat ik je graag een nieuw zicht geef op sales, verkoop. En ik er niet in geloof dat verkoop misleiden is, maar verkoop is vooral je koper, je klant willen begrijpen. En in deze aflevering ga ik het dan ook hebben over prijsvoorstellen. En één aanname die heel veel bedrijven allemaal doen is, ja, mensen zien dat toch wel. Mensen kunnen dat toch vinden op onze website. Men, het is toch duidelijk wat onze prijzen zijn. Of ze begrijpen toch zelf, snap je? Mensen doen aannames. Mensen doen aannames voor de koper. Dat een koper alles wel ziet. Maar in alle eerlijkheid, een koper ziet niet alles. Een koper weet niet alles. Sterker nog, jij weet ook niet alles. Als jij ergens in een restaurant binnenkomt en je gaat er eten, dan is de kans ook aanwezig dat je aan een medewerker vraagt, goh, hey, waar is hier het toilet? Snap je? Dus aannames doen, terwijl iedereen in het restaurant als medewerker weet, ja, natuurlijk zijn daar de toiletten, ja, dat kan je toch zien? Ja, maar ja, soms weet je het niet, soms zie je het niet. En ik zeg er ook altijd bij, niet iedereen is even slim. Dus ook al ben jij super slim en zie je het allemaal en begrijp je het allemaal en weet je hoe alles werkt, dat wil niet zeggen dat jouw potentiële kopers dat ook allemaal zijn. He, het grootste gedeelte misschien wel, maar misschien dat er ook een gedeelte is die gewoon net iets meer tekst en uitleg nodig heeft. Of mensen die misschien, noem het eens, analfabeet zijn. Of mensen die misschien moeite hebben met lezen. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, dan moet je maar lezen op mijn website. Ja, maar wat nou als die mensen daar dan moeite mee hebben? Wat nou als die mensen niet eens kunnen lezen? Want er is nog een groot aantal mensen, ook in Nederland, wat helemaal niet kan lezen. Snap je? Dus doe niet te veel aannames daarin. Ga er niet vanuit, ja, mensen moeten die informatie zelf maar opzoeken, want dat werkt niet. Dat werkt niet. Ik heb natuurlijk, net als in de voorgaande video's, heb ik weer even een lijstje gemaakt met punten die ik wil doornemen. Dus ik kijk af en toe eventjes hier op mijn beeldscherm. Dus in de basis, ik heb eigenlijk vijf punten. Dus de eerste is eigenlijk, voorkom ruis. Voorkom ruis, doe geen aannames. Dus je wilt niet denken voor je koper.
Je moet denken vanuit de koper. En hoe zou een koper naar jouw bedrijf kunnen kijken? Nou, waarom moet ik bij jullie zijn? Wat zijn dan je prijzen? Wat maakt jullie zo bijzonder? Wat is eventueel de levertijd? Of hoe snel kan je het installeren? Logische vragen vanuit de koper. En dan niet met jouw kennis en ervaring, maar echt eventjes als iemand die denkt, ik weet eigenlijk weet ik niet eens wat een vaatwasser is, maar ik wil wel een vaatwasser hebben. Nou, vanuit die gedachtegang ga dan eens opschrijven, wat zou zo'n koper allemaal kunnen hebben? Nou, wat doet een vaatwasser? Wat kan een vaatwasser? Hoeveel geluid maakt een vaatwasser? Wat heeft een vaatwasser aan onderhoud nodig? Hoeveel stroom heeft een vaatwasser nodig? Kan ik hem zelf aansluiten, de vaatwasser? Hele praktische dingen. Bedenk het eens. En ga dan eens kijken van oké, geef ik daar goed antwoord op? Geef ik die informatie op mijn website? Is die informatie algemeen bekend? Doe geen aannames. En natuurlijk zal misschien de helft zal onzin zijn, dat je zegt, Timo, ik ga niet uitleggen dat ze er een vaatwasblokje in moeten doen. Nee, nou, misschien niet. Maar misschien kan je wel een toelichting geven op, waarom hebben we vaatwasblokjes? Waarom hebben we vaatwaspoeder? En waarom hebben we blokjes in plasticjes waarvan de plasticjes niet in de vaatwasser mogen? Drie varianten, hè? Want we hebben dat blokje met spul eromheen. We hebben natuurlijk dat poeder in een grote bak en we hebben ze met een plasticje eromheen. Waarvan eerst het plasticje eraf moet voordat je ze in je vaatwasser mag doen. Leg het maar uit. Want als jij het niet vertelt, weten zij het ook niet. En misschien dat ze wel zeggen, joh, dat weet ik. We hebben daar een keer een artikel over gelezen. Of ik heb dat een keer van een leverancier gehoord. Niks aan de hand. En dan kan je dat eventueel nog controlerend doen. Hè? Dat je zegt, dus je weet dat die papiertjes dus eigenlijk... En dat iemand dan zegt, dit en dat, zo en zo. Dan weet je, die persoon snapt het wel. Die doet niet alleen maar van, dat weet ik wel. En dat ze het eigenlijk niet weten. Die doet, ik weet het wel, omdat ze het oprecht ook weten. Snap je? Want soms doet iemand, dat weet ik wel. Terwijl ze gewoon eigenlijk helemaal van niks weten. En ze willen eigenlijk gewoon niet, dom overkomen. En dan is het soms slim, niet om ze echt te controleren en strikvragen te stellen. Maar wel gewoon eventjes te kijken van, als ik dan dit zeg of dat doe of dit noem, kan je daar dan in meegaan? Zodat je zeker weet dat ze die informatie ook hebben. Anders kan het nooit kwaad om het herhalen. Hè? Dat je dan zegt, dus je weet ook dat het dan deze blokjes hiervoor zijn, die blokjes daarvoor, die daarvoor. Ja, dat weet ik. Heb je toch gezegd, snap je? Komt die persoon niet dom over voor zijn idee? En heb jij het toch gezegd? Dat is een beetje wat ik hier probeer te vertellen. Die aannames, die moeten eruit. Mensen die komen bij jou omdat ze niet bij jou werken. Ze werken niet bij jou, ze hebben niet alle productkennis, ze kennen jouw branche niet zoals jij die kent. Ze zijn gewoon een drukke consument, koper, iemand die een eigen leven heeft, die naar de voetbal gaat, die boodschappen moet doen, die de kinderen uit de opvang moet halen, die ook nog moet werken. Iemand met een eigen leven. Dus jij moet ze goed informeren. Waarom moet je ze goed informeren? Omdat er waarschijnlijk 10 aanbieders zijn die precies hetzelfde verkopen als jij. En daarin wil jij eruit springen. Wil jij naar voren komen dat ze denken, ze zijn alle 10 wel hetzelfde. Ja, ze zijn ook allemaal wel even prijzig, maar bij nummer 5 hadden we toch wel echt het beste gevoel. Want die persoon luisterde naar ons, die deed het goed, die gaf ons de informatie die we nodig hadden. Daar kregen we een mooi voorstel van. En dat is wat je wil bereiken. Dus in die 10 wil je opvallen. En dat kan als je het goed voorbereidt. Het voordeel ook daarvan is, als je het goed voorbereidt, is dat de volgende keer als die mensen weer wat hebben of iemand in een omgeving spreekt die ook op zoek is naar zoiets, dat ze jou aanbevelen. En dat is de minste inzet voor jou en toch maximale profijt. Want je hoeft er geen advertentie voor te draaien, je hoeft niet in de krant te staan, je hoeft geen flyers uit te delen. Dat is gewoon een klant die bij jou erbij komt omdat jij een tevreden klant hebt. Nou, mooier is toch niet? Dat is... Tenminste, zo zie ik het. Nou, nummer 2, wat belangrijk is in je voorstel. Hè, want je kan wel roepen, dit doen we en dat doen we en dit zit erbij en dat zit erbij. En je kan het wel roepen, maar je moet het eigenlijk opschrijven. Opschrijven voor je klant. Dus als jij zegt, er zit 12 maanden garantie op, schrijf het op. 12 maanden garantie. Op dat prijsvoorstel wat je ze geeft. En als je zegt, maar Timo, die garanties zijn allemaal vast, bij iedereen hetzelfde. En ga dan niet steeds opschrijven. Prima. Dan maak je toch een garantieflyer of de 7 zekerheden van ons papiertje, flyertje, ding wat je bij de offerte kan doen of wat je digitaal kan meesturen. Snap je? Doe dan niet de aanname, maar dat staat op onze website. Zet het zwart op wit. Zet nogmaals zwart op wit in het voorstel dat die mensen krijgen. Dit zijn alle voordelen.
12 maanden garantie, storingsdienst inclusief, de eerste 6 maanden korting op het abonnement. Zet alles zwart op wit. Dat op het moment dat zij met jouw offerte zitten, naast die offerte van een concurrent, want dat is het eigenlijk gewoon, hè? Of de omzet gaat naar jou of de omzet gaat naar een ander, dan is het gewoon je concurrent. Dan kijk je ernaar, dan kijk je naar die, dan moet jouw voorstel eruit springen. Dan moet je gewoon zeggen, ja, mijn voorstel is compleet, alles zit erbij. Eigenlijk kunnen mensen geen vragen meer hebben. Terwijl dat voorstel van de concurrent, en ik weet niet of je je daarin herkent, voorstel, prijsvoorstel maken of een Word openen of een offerteprogramma, contactgegevens, naam, nou, bedankt voor het bezoek, een paar regeltjes met informatie, prijsje erachter, kortingje eronder, hup, eruit. Volgende offerte. Dat is geen voorstel. Dat is geen prijsvoorstel. Er is niks menselijks of persoonlijks aan. Natuurlijk, daar ben ik met je eens, natuurlijk is het super makkelijk. Het is super eenvoudig om je offerte zo te maken. Je hebt een mooi programmaatje, je moet mooi die gegevens erin. Misschien heb je wel een mooie kamer van koophandelkoppeling, haalt je al die informatie op. Super, dat is hartstikke top. Voor jouw werkwijze is het top. Maar voor jouw potentiële koper is het gewoon een geautomatiseerde offerte. Oh, nou, pling, bekijk nu via deze link jouw offerte. Nou, hup, offerte open. Nou, dan houdt jouw software waarschijnlijk weer bij dat die offerte is bekeken. Nou, dan scrollen ze even door die offerte. Nou, nu zitten er nog 6 pagina's algemene voorwaarden aan vast. Oké, klik eens die offerte weg. Weet je, waar is het persoonlijke? Weet je wat nog beter werkt? En dan wijk ik eigenlijk een beetje hier vanaf van het prijsvoorstel. Maar weet je wat nog beter zou werken? Als jij dat prijsvoorstel maakt, dat jij dat pdfje downloadt, dat jij met de hand eventjes een mailtje opent, dat pdfje erin sleept en dat je zegt, hey, beste Joost, hier bij de offerte. Ik hoop dat ik er alles in heb gezet. Mocht er nog iets niet kloppen, laat het me weten. Hierbij tevens mijn 06-nummer. Je mag me ook WhatsAppen. Hoppa. Kijk, dat is persoonlijk. Dat is geen massa, dat is persoonlijk. En dat wil je. Je wilt, we allemaal, de maatschappij wil terug naar persoonlijk. Een heel groot gedeelte wil geautomatiseerd leven. Prima, moet je lekker doen. Zit jij in een branche waarin je offertes moet maken, waarin persoonlijk contact telt, waarin je maatwerk levert of speciale producten en diensten van een bepaalde prijskategorie levert aan mensen, dan wil jij persoonlijke aandacht. Niemand wil persoonlijke aandacht op het moment dat hij, weet ik veel wat, een pak melk gaat kopen in de supermarkt. Dat iemand daarnaast staat, goh, heb je erover nagedacht welke melk je wilt? Ja. Ja, zal ik even 6 pakken melk op een rij voor je zetten en dan even alle smaken toelichten en alle voordelen en nadelen en even uitleggen waar het allemaal vandaan komt. Nee, daar zit niemand op te wachten. Natuurlijk zit daar niemand op te wachten. Maar op het moment dat jij een bubbelbad gaat kopen, dan wil je graag wel dat iemand met je meedenkt en meekijkt. Op het moment dat jij gaat kijken voor een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer, wil je graag dat iemand met je meekijkt en meedenkt. Dat die persoon niet alleen maar zegt, goh, nou kijk eens, ja, je hebt dit uitgekozen, dat staaltje, kijk eens, nou, dit is je offerte. Maar dat die persoon bijvoorbeeld zegt, joh, heb je misschien wat foto's van de oude badkamer of de plek waar, waar de badkamer moet komen? Oh ja, nou, helemaal top. Zou je het een probleem vinden als je even wat dingen kan opmeten voor mij, zodat ik iets beter de offerte op maat voor je kan maken? Of vind je het goed als ik even met je meerijd, dat we eventjes bij jou thuis kijken, dat ik het even kan opmeten? Dat, persoonlijke aandacht. Het is helemaal niet moeilijk. Hetzelfde, iemand komt binnen in je bedrijf en je zegt, wil je koffie? Ja, daar staat de automaat. Moet je even een koffietje uithalen. Nee, dan verwacht je toch ook dat iemand even koffie voor je haalt en dat netjes voor je neerzet. En liefst ook niet in een papieren bekertje, maar gewoon in een mooi kopje. Hè? Dat is gewoon, net die kleine dingetjes. Maar ja, ik wijk af. Terug naar het prijsvoorstel. Zet in het prijsvoorstel alles wat je doet. Ook al is het voor de hand liggend. Ook al is het te veel, zet alles wat je erin doet, want het kan nooit te veel zijn. Het kan niet te veel zijn. Als je zegt dat jij een storingsdienst hebt, zet het erin. Als je zegt dat die storingsdienst 24 uur per dag bereikbaar is, zet het erin. Als je zegt, ik heb geen 12 maanden garantie, zet het erin. Zet alles erin. Dat als die persoon jouw bubbelbad zet naast die van een ander, dat die denkt, ah, wacht eens even, ja, ze hebben levertijd 2 tot 4 weken en een prijs. Hé, hey, deze gasten hebben 10 voordelen. Ah ja. En ik kreeg ook nog een persoonlijk mailtje. Ja, ik heb wel het idee dat zij meer aandacht voor ons hebben dan die partij. Die rammen gewoon een offerte eruit. Zij zijn wel echt met ons bezig. Dat is wat je wil creëren, toch? Dat zit in een goed prijsvoorstel, als je het mij vraagt. Ja, je kan het er niet mee eens zijn, snap ik. Maar, hè, of kan ik begrijpen, maar in mijn beleving, als je het persoonlijk weet te maken, krijgt het ook meer waardering. Nou, nummer 3. Ik zeg ook altijd, je bent niet te duur. Met je prijsvoorstel ben je niet te duur. Je moet laten zien wat je doet.
Je moet gewoon heel veel laten zien. Want als je zegt, je bestelt, ik ga even verder met dat bubbelbad. Stel, je bestelt bij ons een bubbelbad. Dan doen we dat bubbelbad vanaf de leverancier, gooien we in je voortuin neer en dan rijden we met piepende banden weg. Nee, dat gebeurt niet, toch? Dat denk ik niet. Ik denk dat als jij een bubbelbad bezorgt, dat jij die krijgt van je leverancier, dat die bij jou op locatie wordt neergezet, dat jij vervolgens een auto pakt, een bestelwagen of weet ik wat, dat je dat ding erop zet en dat je die naar de klant brengt. En dat je die bijvoorbeeld over het huis heen tilt en in de achtertuin zet. Of dat. Snap je? Leg dat dan uit. Wij bezorgen tot voorbij de drempel. Of wij installeren uw bubbelbad en gaan pas weg als die werkt. Nou, dat is dingen daar kan ik wat mee. U krijgt voor een half jaar, weet ik wat erin moet, chloortabletten cadeau. U krijgt van ons gratis een reinigingsset. U krijgt van ons 2 extra reservelampjes voor het bubbelbad. U krijgt van ons gratis een afdekhoes en afdekcel. Weet ik veel wat je allemaal geeft. Zet het er neer. Zet het er neer. Doe niet de aanname dat mensen dat wel weten, dat ze dat wel snappen. Want nogmaals, je bent niet te duur als je laat zien wat je allemaal levert. Heel veel mensen denken, dat is een bubbelbad, dat is een bubbelbad. Maar je moet mensen er bewust van maken wat ze allemaal krijgen. En dan kom ik eigenlijk ook eventjes op een stukje, dat is even een zijpaadje, maar onze hersenen, hier, die van de mensen, die dingetjes hierboven, wij zijn niet slim. Wij zijn niet goed in het onthouden. Snap je wat ik zeg? Mensen zijn niet goed in onthouden. Want als ik aan jou vraag, wat had jij 284 dagen geleden als lunch? Ja, dan zit je me waarschijnlijk glazen aan te kijken, dat je überhaupt eerst zit te bedenken, welke maand was het dan ineens? En waar was ik? Was ik op school? Was ik op kantoor? Was ik thuis? Was het weekend? Snap je? Die hersenen werken gewoon niet. Die hersenen werken op korte termijn geheugen heel goed. Van er was hier net iemand en die kwam het vragen. Wat heb jij vorige week dinsdag om 12 uur gegeten? Weet je vaak al niet meer. Snap je? Dus die korte termijn hersenen, geheugen, die werken prima. Zodra het naar de lange termijn moet, vergeten we heel veel. Dus stel, jij was vorige week dinsdag bij iemand om te kijken voor het bubbelbad. Die persoon heeft van alles verteld. Die zegt vervolgens, aan het einde van de week stuur ik je de offerte. Dat is woensdag, donderdag, vrijdag, ben je 3 dagen verder. Krijg je die offerte. Dan denkt die verkoper, ik heb er allemaal verteld. Ga ik niet allemaal in de offerte zetten. Vervolgens zie je die offerte. Bubbelbad, €5.000. Ja, vind ik wel een hoop geld, €5.000. Ja, snap je, ben je alweer terug baf. Waarom? Omdat je de helft alweer vergeten bent. Waarom? Omdat die verkoper denkt dat jij het wel onthoudt. Snap je? Dat werkt niet. Dus je moet zorgen dat jij als verkoper in je voorstel alles meeneemt wat je zegt. Bijvoorbeeld, we leveren gratis een huis. We tillen hem over het huis heen, kosteloos. We sluiten hem voor je aan. We zorgen ervoor dat je een half jaar chloortabletten erbij hebt. Zet het er allemaal in. Omdat mensen het vergeten. Je moet zorgen dat het zwart op wit staat. Je moet zorgen dat mensen begrijpen, dit is die €5.000, dit krijg ik er allemaal bij. Wow, valt eigenlijk best wel mee. Die andere partij rekent ook €5.000. Maar ja, daar staat dit, ik weet niet of we dit ook allemaal krijgen, of dat ze misschien dat ding wel neerzetten en dan weggaan. En het zijn allemaal weer vragen. Ga je dan weer contact opnemen met die andere partij? Ik heb hier nou een offerte van iemand anders en die van jullie. Jullie zijn even duur. Alleen, zij zeggen dat ze me aansluiten. Doen jullie dat ook? Ja. Als zij zeggen dat ze me over het huis intillen, doen jullie dat ook? Ja. Als zij zeggen dat ik een half jaar chloortablet. Dat doen jullie niet, maar dat kan je wel doen. Ja, snap je? Gaat niet gebeuren. Echt niet. Gaat niet gebeuren. En die paar enkelingen die dat wel doen, prima. Maar in de grote aantallen, het gros gaat niet de andere partijen nabellen om te zeggen, ik heb hier een hele mooie offerte met allemaal dingen, maar die staan er bij jullie niet op. Snap je? Dat zijn er maar een paar die dat gaan opzoeken en dan vervolgens waarschijnlijk weer een korting eruit willen halen. Prima, moeten ze lekker zelf weten. Snap je? Dus dat is eventjes over het stukje, je bent niet te duur, je levert veel. Moet je het er wel opzetten. Moet het wel op je offerte staan. Nummer 4, zijn we eigenlijk een beetje in overlap, zwart op wit. Zwart op wit. Zet alles wat je zegt, alles wat je roept, zwart op wit. Krijg je een korting? Geef je korting aan mensen? Zet het erop. Dit is de bubbelbad, kost €5.000. Ik heb gezegd €100 korting, €100 korting. Wat je niet wilt doen, is dat bubbelbad erop zetten voor €4.900, inclusief korting. Dat heeft ook weer te maken met die hersenen. Als jij erop zet, bubbelbad €4.900, inclusief korting,
dan staat daar 4900 euro. Als jij daar neerzet, bubbelbad, 5000 euro, onderaan, korting, bubbelbad, 100 euro, dan zie je die 5000 en dan krijg je die 100 euro. Dat zijn gewoon de hersenen. Ik kan er niks aan doen. En natuurlijk, als je nu rationeel gaat denken en je gaat praten, ja, maar Timo, ik snap toch zelf ook wel dat het 4900 euro is. Dat klopt. Dat klopt. Alleen, jouw hersenen, die hebben daar moeite mee. Dus op het moment dat daar staat 5000 euro en ik krijg 100 euro korting, klopt het. Op het moment dat daar staat je bubbelbad met korting, 4900 euro, dan denk je, ja, misschien was dat bubbelbad wel 4900 euro en krijg ik nu gewoon alleen korting erbij. Snap je? Ga nou maar vragen door dat hoofdje. Dat wil je niet. Want dan denk ik, ga je afvragen, hey, als ik nou nog een keer een offerte aanvraag of iemand anders, zou dat dan hetzelfde er staan? Zat er dan ook nog 4900 euro, maar zou er dan misschien gewoon zonder korting staan? 4900, oh, wacht eens even, dat bubbelbad was gewoon altijd al 4900 euro. Allemaal wrijving, allemaal bijsmaak, allemaal dingetjes die je niet wilt. Je wilt transparantie, je wilt duidelijkheid, je wilt laten zien, hey, dit doe ik voor je, dit krijg je van me. En dit kost het je. Je wilt transparant zijn. Want op het moment dat iemand moeilijk gaat doen, dat je altijd nog kan zeggen, ja, nou ja, dat. Maar ja, als je dat ook nog wil, ja, sorry, dan moet ik de korting eraf halen. In plaats van, ja, maar als je dat ook nog wil, dan wordt die 4900, dan maak ik er weer 5000 euro van. Het is iets kleins, maar het telt wel mee. Echt, geloof me, doe het gewoon. Zet zwart op wit wat je allemaal geeft, wat ze allemaal krijgen van je. Datzelfde als je dingen van het huis geeft, zet het erop. He? Stel je zegt die 6 maanden chloortabletten, die krijg je cadeau. Zet je erop, chloortabletten, goed voor 6 maanden, bedrag, weet ik veel, 50 euro, korting, chloortabletten, 50 euro, min. Dat. Dan heb je ze erop gezet met een bedrag en je hebt ze er weer afgehaald met een korting. Dat staat zwart op wit wat je geeft en wat je nog eens extra geeft waarvoor ze niet hoeven te betalen. Dat is wat belangrijk is, zodat mensen het zien. Misschien ken je het wel, die kledingrekken tijdens de uitverkoop of alles op dit rek, nu 50% korting. Of alles op dit rek, dat is misschien een beter voorbeeld, alles op dit rek, 25 euro, noem maar iets. Dat je naar dat rek loopt, dat je een stuk kleding eruit haalt en dat je dan toch op het kaartje kijkt. Dat is raar toch? Want op dat bordje daar staat al alles 25 euro. He, dat bordje is eigenlijk die verkoper tijdens dat gesprek. Maar toch kijk jij nog even op dat kledingstuk, op dat kaartje, of er wel 25 op staat. En misschien wel of er een kortingssticker of een actiesticker op zit. Dat je zeker weet dat als je bij de kassa komt, dat je wel die korting krijgt. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zijn die hersenen. Die hersenen willen dat zien. Die willen de bevestiging. Die willen zeker weten dat ze niet een flater slaan. Want de schaamte, en dat klinkt misschien heel stom, maar de angst of de schaamte om bij de kassa met een hele volle rij te zeggen, oh, nou, zit er geen korting op? Oh, is het toch geen 25 euro? Oh, nou, haal hem dan maar weer van de stapel af. Dan hoef ik hem niet. Er zijn maar heel weinig mensen die dat doen. De meeste mensen die zeggen gewoon van, nou, dat is goed, doe maar. Maar vervolgens ben je wel achterdochtig de volgende keer. Dat je denkt, ja, er staat wel 25 euro. De vorige keer was het ook geen 25 euro. Dus vanaf nu ga ik elk stuk kleding controleren of het wel 25 euro is. Als dat op het rek erboven staat. Snap je? Dat is het. Als jij één keer de verkeerde paar, weet ik wat, bowlingschoenen hebt gekregen tijdens het bowlen. Je hebt altijd maat 41 en je hebt één keer 40 gekregen. En je trok ze gewoon aan omdat die verkoper zei nee. Of omdat die medewerker zei van de bowlingcentrum, nee, is 41 hier alsjeblieft. Oké, ze zitten niet lekker. Even kijken. Dit is maat 40. Dat past helemaal niet lekker. Jij weer terug, krijgen we nieuwe schoenen. Om even aan te geven dat jouw wantrouwen dus nu bij die persoon ligt van het bowlingcentrum, die zegt tegen jou, het is maat 41. Dus de eerste volgende keer dat je weer bowlingschoenen krijgt, en iemand zegt, ja, is 41. Oh ja? Oh ja, ja, is 41. Hop, en dan doe je ze aan. Zwart op wit. Bowlingschoen ook, de maat staat erop. Ik kijk eventjes naar de maat. Snap je? Als iemand tegen jou zegt, je komt ergens in Amsterdam of een andere dure stad waar je moet parkeren, en iemand zegt, nee, joh, parkeren is hier maar tot 9 uur. Dat je denkt, ja, koekoek, zou mij mooi gebeuren dat ik hier in Amsterdam sta, dat ik nog een boete krijg omdat ik buiten parkeertijd sta. Dan ga je toch even checken. Ook al loopt er iemand voorbij die zegt, nee joh, het is tot 9 uur joh, vanaf 9 uur is alles gratis. Oké, ja, nou ik ga het risico niet lopen. Ik check het zelf al even, ik wil het even zwart op wit zien. Snap je nou? Ik hoop dat ik hiermee genoeg zwart op wit heb uitgelegd. En de laatste wil ik hem eigenlijk toch eventjes mee afsluiten. Doe geen aannames.
in de breedste zin. Ik heb het al een paar keer gezegd, ik weet het, misschien val ik in herhaling. Maar een voorstel is heel simpel. Heb jij een goed product? Heb jij een goede dienstverlening? Ja, heb je dat? Mooi. Maak een voorstel dat past bij je potentiële koper, dat eventuele problemen die potentiële koper heeft aangegeven oplost. En dat kunnen luxe problemen zijn of dat kunnen noodzakelijke problemen zijn. Hè, luxe problemen is bijvoorbeeld, oh, ik moet echt een nieuw bubbelbad, want mijn andere bubbelbad bubbelt niet zo lekker meer. Dat is een luxe probleem. Of een noodzakelijk probleem, oh, mijn dak is lek en alles giet naar binnen. Ik heb bijna een zwembad binnen in huis, wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Dat is een noodzakelijk probleem. Maar voor beide problemen moet je een oplossing bieden. En dat luxe probleem kan je een hele mooie offerte maken, maar wil je inspelen op de dingen die persoon miste. Bijvoorbeeld, ja, dat ene bubbelbad had één zitje, ik wil graag twee zitje. Of ja, die ene had geen verlichting, dat wil ik nu graag wel. Of bij die ene zat er geen muziek in, dat wil ik nu graag wel. Of die afdekhoes, die was niet goed, waardoor er heel veel warmte verloren ging. Dus je wil dat nu goed faciliteren. Dus in je offerte goed benoemen met extra dikke afdekhoes. Of nu met extra geluidssysteem of weet, verzin het. Luister naar je potentiële koper, neem het mee in het voorstel. Het is echt niet moeilijk. Het is echt niet moeilijk. En op het moment dat ze het voorstel hebben en ze gaan er niet direct mee akkoord, probeer te achterhalen waar het aan ligt. Nee, is het de prijs? Is het het aanbod? Hebben ze het geld niet? Gaan ze op vakantie? Wat is het? Zit de schuld bij jou? Kan jij er iets aan doen? Kan je er niks aan doen? Dan is het jammer. Kan je er wel wat aan doen? Probeer het op te lossen. Heb je dat zijn prijsvoorstellen? Prijsvoorstellen, zet alles erin wat je ook hebt gezegd. En niet zulke lappe tekst, maar headlines, keywords. Dat ze snappen, oh ja, dit is het, oh ja, dit is het, oh ja, dit, oh ja, 6 maanden chloor. Dat zij dan wel weer weten, oh ja, daarmee bedoelde die dat ik 6 maanden chloortabletten cadeau kreeg. Snap je? Het hoeft niet hele lappe tekst te zijn, er moeten steekwoorden zijn. Dat mensen snappen, oh ja, dit heeft hij toen gezegd, dit heeft hij toen gezegd. Wat was dit ook alweer? Oh, ik mail hem wel eventjes. Hé, hey, wat bedoel je ook alweer met dat? Dat wil je. Zodat mensen het kunnen zien. Zodat ze voor zichzelf op een rustig moment kunnen kijken naar dat voorstel. En denken, oh ja. Ja, dit is eigenlijk gewoon een prachtige deal. Toch? Hetzelfde met, heb ik eigenlijk niet eens genoemd net. Hetzelfde met betalingsvoorwaarden. Als je betalingsvoorwaarden hebt, bijvoorbeeld 100% vooraf. Of 50% aanbetaling. 25% bij levering. 25% na 2 weken. Zet het in het voorstel. En als dat 100% vooraf is, zet het erin. Waarom? Je wil die verrassing niet weghalen. Dat iemand denkt, oh ja, nou, dat is op zich goede offerte. Nou, waarschijnlijk moeten we dan betalen als het is geleverd. Dus nou, geef maar akkoord. Hup, akkoord. Hé, hey, huh, een factuur? Wat moet ik daar nou mee? Binnen 14 dagen betalen, anders wordt de order niet in de handeling genomen. Huh? Dat wist ik niet. Dat is een domper. Dat is wrijving. Dat is niet leuk. Vind je niet leuk. Snap je? Ik dacht, ik betaal achteraf. Nu blijkt dat ik vooraf moet betalen. Wat blijkt, ik heb nog helemaal niet mijn geld gehad deze maand. Dus ik kan hem deze maand helemaal niet betalen. Ik moet nog net even mijn laatste salaris erbij hebben om het geld compleet te hebben om te kunnen betalen. Dat is een domper. Als ik dat vooraf had geweten, had ik die offerte gewoon lekker 2 weken laten liggen. Had ik na 2 weken in één keer gezegd, ja, is goed, helemaal akkoord, stuur de factuur maar, maak ik hem over. Hé, hey, dat is een logisch proces. Dat is transparant, dat is duidelijk. Dat is wat je wilt. Toch? Hou het gewoon duidelijk, hou het overzichtelijk, hou het transparant, wees een eerlijke verkoper. Ook al vind je dat je geen verkoper bent, als jij een product of een dienstverlening hebt en jij zoekt daar mensen voor die dat van je gaan kopen, ben je gewoon een verkoper. En een beetje goede verkoper kan heel goed luisteren. Een beetje goede verkoper hoeft eigenlijk niks te zeggen. Want een goede verkoper zorgt dat zijn product goed is, zorgt dat zijn dienstverlening goed is, zorgt dat duidelijk is omschreven wat mensen er allemaal bij krijgen, waardoor mensen voor zichzelf de logische overtuiging gaan bedenken en maken, oh ja, dit is het, dit krijgen we erbij, ja, eigenlijk willen we dit gewoon. Ja, en nou, meneer de verkoper, mevrouw de verkoper, hey verkoper, dit is het, wat kan je nog voor ons doen met de prijs? Nou ja, als jullie besluiten om vandaag ook nog te kopen, dan kan ik er nog 5% van afhalen. Maar meer kan ik er eigenlijk niet mee doen, want die prijzen staan echt wel onder druk. Oh, nou, geen probleem. Hij was goed ingelezen. Het ziet er goed uit. U loopt niet de boel te pushen, wat we normaal vervelend zouden vinden. Dus, hap, hap, krabbeltje. Betalen was ook duidelijk, dus we pinnen hem meteen. En het is geregeld. Zo'n proces wil je hebben. Dan ben je een goede verkoper. Je bent geen goede verkoper op het moment dat je alles moet misleiden. En allemaal trucjes moet bedenken. En binnen 6 uur sluit deze aanbieding. Of let op, vrijdag, als je vrijdag niet hebt gereageerd. Nou, dan trek ik mijn voorstel weer in hoor. Dan is die van mij, dan is die niet van jou.
Terwijl ze waarschijnlijk op diezelfde dag iemand anders exact datzelfde voorstel geven. Dan denk ik, ja, dat slaat er ook nergens op. Ik snap dat je mensen wil winnen, maar je kan mensen niet winnen door ze onder druk te zetten. Je moet mensen winnen omdat je een goed product hebt met een goede dienstverlening. En zo zie ik het hoor, kan aan mij liggen dat ik het verkeerd zie, maar zo zie ik het en zo vertel ik daarom ook graag mijn verhaal. Ja, dat is het eigenlijk. Prijs voorstellen. Ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Zijn er vragen, zijn er opmerkingen? Gooi ze eventjes in de comments onder de video of zorg dat je via social even met mij in contact komt. Heb je al een gratis account aangemaakt? Helemaal super. Heb je dat nog niet? Ga even naar 360nz.nl, kan je een gratis account aanmaken. En ik zie je graag weer in de volgende video.